vis gaan vissen. Maar ik weet nog niet precies hoe. Dus probeer ik een beetje inspiratie op te doen. In principe begin ik op een kanaal. Met een Carolina rig. En wat dat is, kan je overal vinden op internet. Die Carolina rig is simpel genoeg. Maar waar ik vooral over na moet denken, is het aas wat ik ga gebruiken en het type haak. Hopelijk heb ik morgen nog op tijd voldoende inspiratie. Na een goede nachtrust ben ik eruit. Ik begin op het kanaal, ga daar een uurtje of 2 vissen met bodemkruipers. Ik begin met deze aan een Carolina rig en is het niks of zit ik te vaak vast, dan ga ik naar een zijkanaaltje. Hier moet het gaan gebeuren. Ik weet weinig van de roofvisstand, maar ik weet wel dat het lastig vissen is. Het is een veenbodem, redelijk schoon, maar op een meter of 5 van de kant is er een rand. Vol met mosseltjes. Nou, toch maar proberen. Binnen 5 minuten mijn rig kwijt. Laat ik daar nou helemaal niet vrolijk van worden. Nou, even een nieuwe maken en opnieuw proberen. 10 minuten gevist. 5 takken gevangen vol met mosseltjes. En rig nummer 2 kwijt. Ik baal als een stekker. Hij zit er weer keurig op. Maar ik weet niet hoe lang ik er nog mee doorga. Als ik nou weer vast kom te zitten, dan stop ik er echt mee hier. Je raadt het al. Nog geen 3 kwartier gevist en rig nummer 3 is naar de knoppen, vast aan de bodem. Ik hoor net van een lokale visser dat ze de kant hier versterkt hebben met nylon matten. Dat is de boosdoener. Dus niet zozeer de Carolina rig. Ik ga nu 30 kilometer rijden om verder te vissen op een ander watertje. En dat wordt dan wel weer gewoon met een shad. Die Carolina rig, die bewaar ik tot volgend jaar. Ik vind het meer iets voor op de rivier, op een schone bodem van zand. Bovendien heb je weinig controle over de haak. Bij een jighaak weet je zeker dat hij altijd naar boven staat. Bij een Carolina rig heb ik daar zo mijn twijfels over. Tot straks! Is dit herfst of is dit herfst? Die heb ik net gehad. En na regen komt de zonneschijn. Snoek en keurig gehaakt. In zijn bovenkaak, keurig voorin. Het grootste voordeel van shads, althans als je ze met een enkele haak gebruikt. Nou, mij hoor je niet klagen vandaag. Mijn shad is heel populair. Nummer 2 in, nou zou ik bezig zijn, minder dan een uur. En ook weer een leuke vis. Ze geven wel goede sport hier trouwens. En ze zijn kerngezond en volgens mij ook nog nooit gevangen. Moet me niet te veel laten zien van deze stek dan. Dag dag. Tot over een paar jaar. Als je dik over de meter bent. Heel ondiep. Dus ik zal hem een klein beetje helpen. Doei doei.